We're now at my parents' place here in Hilversum. It's like 20, 30 minutes from Amsterdam. Sitting here in the house, it makes me feel comfortable and thinking about when I was like a child. Als hij er is, is gewoon weer alles compleet, zal ik maar zeggen. Zo voelt het. Thuis zijn, hè? Ja, maar het is ook heel gewoon. Het is ook niet, ik bedoel, je bent genoeg hier. En af en toe gaan wij mee. En dan staan we in het Ziggo-Dome. En dan komen de mensen, zijn jullie de ouders? Nou, dat krijg je altijd. Sinds my birth, like, there was always music around the house. My parents played classical music. Dat jij het wel leuk vindt om met je jeugd geconfronteerd te worden. Nou, dat weet ik nog niet. Ja, archief. Ik weet niet, ken jij deze figuur? En dit ben jij je debuut als pianist voor de camera. Ja hoor. Ja, helemaal bewust van de camera. Dit is echt een performance voor de televisie. En zo, ja. Ik heb toch ook nog een keer zo'n stokje gehad, volgens mij zo'n dirigent stokje. Ja. Ja. Gemaakt door de man die de stokjes voor Heitink ook maakt. Voor alle beroemde dirigenten in Amsterdam. Dat en in de studio. Heeft hij gegeven en dan heeft Jurre daarmee ook dus gedirigeerd. Daar hebben we ook nog een opname van. Nu Jurre. Yeah, it feels good to be back. Actually, like, my studio is still in the basement. It's where it all started. We're playing drums, making music. Everything started down there. Huts. Ik denk de laatste keer dat ik hier gedraaid heb, 4 jaar, 5 jaar geleden of zo. Grappig ook die oude mixer, jongen. Ja, daar gaat hij weer. Ja, je hoort, het is een heel apart soort extra geluid wat wij erbij krijgen hier in de keuken. We zijn helemaal verwend. De Ajax-bekers met Marco van Basten erop en zo. Alles gaat heerlijk lekker met elkaar rinkelen. Ja, hier zit ik dus eigenlijk nooit meer. Maar waar ik nu altijd zit, is daar op die stoel bij de studio. Once my interest for DJing started, some clubs around town playing the music I liked, and they also gave me the platform to start as a DJ, so it's really important this town for me, yeah. Ja, we zijn nu op Marktplein hier in Hilversum. En ja, hier heb ik voor het eerst gedraaid buiten op een groot podium. Dus het is wel, wel te gek om hier te zijn. Ja, ik stond hiervoor, zeg maar, stond aan een podium altijd. En dat was gewoon een mooi feestje altijd hier, hoor. Ik stond er vaak te openen. Er was in het begin nog niemand. Ik weet nog, de allereerste keer zat alleen mijn moeder op een bankje bijna het eerste uur. En dan kwamen daarna wat mensen binnen druppelen. Op een gegeven moment werd het steeds drukker, steeds een latere tijd. En dan, top. In je eigen stad. We're here at the Café de Doelen. I did my first show for open public here and I won a DJ contest here. Goedemiddag. And I got the platform here to play a lot of gigs with famous Dutch DJs. So I got to know them, I gained a lot of experience. So it's a very important place. Nou, hier heb ik dus de eerste boekingen gedaan en dat was dan een speciale avond. En dan zat hier een hele kleine DJ booth. En ja, daar stond ik dan te draaien. Moest je er onderdoor klauteren om naar binnen te komen. En ik begon hier sowieso toen ik vanaf mijn 14e, 15e ging ik hier gewoon uit, zeg maar. Dus ja, dat is sowieso ook al speciaal voor het eerst uitgaan. Dat was ook hier. En dus voor het draaien ook hier voor het eerst. Dus grappig om weer terug te zijn. Je had het gedacht hier. Ja, dat is mooi, hè. Ja, dit is wel feestmuziek, hè. We're at my parents' house in Goorle. I've lived here till I was like 19 or 20. It's the place where I had my studio and where some of the first Firebeats releases were made.
This is a place where I see my family a lot and where we have family dinners. So it's a very special place to me. Hey, kleintje. Hoe is ie? Hey. Goed? Goed? Hey. Een beetje thuisgevoel. Zeker belangrijk om weer even tot rust te komen. En natuurlijk ook gewoon gezellig met die twee kleine dochters van mijn zus. Proost. Proost. Proost, hè? Proost, jongens. Cheers. Vroeger waren we wel trots als je hier in Tilburg kon draaien of in de omgeving. Toen was het in de Randstad en in heel Nederland. Oh, je moet naar Spanje. Wow, hé, hey, als je dit moet naar Spanje draaien. Ibiza, yeah. En nou ja, nou ben je zo gewend dat je heel de wereld rondvliegt. Ja. Dat je eigenlijk denkt van waarom is hij nou eens niet een keer in Nederland? Het blijft bijzonder en het is nog steeds heel typisch dat je denkt van het is heel onrealistisch, want het is jouw kind dat daar staat. Hè? En die dan ja, zoveel mensen in vervoering brengt dat je denkt van wow. My first shows were little shows in the local youth center. Yeah, and I played there a couple shows and then started going out in the city and playing shows like that. And that's where I began. Dit is het, jongens. Dit is het oude patronaat. Vroeger in het midden nog een bar gezet. En daar was de DJ-boot. Nou ja, als de avond begonnen was, dan stond DJ Tim Benjamin stond hier dan te draaien. En dan gingen de handen in de lucht en dan was het springen. Ik heb altijd bewondering gehad. Hij kon echt morgens om 10 uur naar de zolder gaan. Ja. En dan kwam hij tot 's avonds 10, 11 uur, misschien 2 of 3 keer naar beneden om een bak koffie te drinken. Om te eten, ja. Of een boterham. En voor de verdere is constant boven zitten. Ja. Ik zou het niet kunnen, hoor. Ik ook niet. Waar jullie nou staan stond de tafel zeg maar, met zijn apparatuur op. Hier hadden we van die isolatieplaten. Klein gewoon, hè, als je het dan weer tegenaan ziet, geplakt. En echt gewoon dag in dag uit, hè? Ja. Ja, mooi. Dus hier was Chesto? Hier heeft Chesto ook gezeten, toch? Chesto ook. Zeker. En hij heeft Tim altijd een gruwelijke hekel aan als ik met die mensen op de foto wil. Ik zei, heb je tenminste bewijs dat ze er waren? Hij is altijd welkom. Mooi, we zaten hier om 12 uur middags al aan de Jägermeister. Nee, de manier. Ja, en hier is mijn platencollectie dan, hè? Waar ik trots op ben. En waar eigenlijk de roots liggen, zeg maar. James Brown. We noemen hem ook wel als Jan de Bruin. Goud, hè? Funk en soul, weet je. Want als je naar Firebeats luistert, is het toch in de drums en alles toch wel een soort swing. Toch wel geluiden en dat samplen van oude drums en zo. Dat vind ik ook tof. Naast Firebeats maak ik bijvoorbeeld ook zelf wel hip-hop dingen. Ik heb ook voor hip-hop artiesten wat dingen gemaakt. En daar zit echt mijn roots in dit soort muziek. Gewoon in de oude zwarte soul en funk. Dat vind ik wel echt vet gewoon. Hey, Tim. Hoe is ie? Ja, goed. Jou ook. Goed kerel. Ja, oké. Okay. Lang niet gezien. Lang niet gezien inderdaad. Ja, top. Nou, ik kom hier eens even lekker plaatje luisteren. Ga je gang. Heb je nog wat leuks liggen? Drumbees. Zo, dat is goed. We zijn hier in Antenne, plaatszaak voor Jacques. Jeu. In de Samsam, tweedehands kledingwinkel. Ik kom hier inderdaad al lang. Ja. Flink tijd. Ja. Ik heb hem leren kennen op het moment dat hij fanatiek op de muziek stortte. En duidelijk een eigen smaak had. En dan is het wel leuk om te zien naar de hand dat je dan eigenlijk toch zover bent gekomen. Hè? Ja. Ja, dat klopt. Ja. Thuis nog plaatsspelers staan. Dus ik zat eraan te denken om het weer een beetje op te gaan pakken. Puur omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Echt het ouderwetse platen draaien, dat is echt gewoon, gewoon leuk. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan wil je nooit meer anders, zeg maar. Nu ik dit weer zo zie, voel, proef en ruik, en denk dan van, ja, godverdomme. Anders, denk ik, hè? Ja, ik moet toch weer even wat vaker op bezoek komen, Jacques. Ja. Oké, Jacques. In this video you can see me beatboxing. I think it was a Rock Academy night. So what you're seeing is me beatboxing for Jamal, that's his name, and he's rapping to his father. And it was actually pretty cool because nobody ever did that during one of those nights. So everybody was like, whoa, this is actually pretty live, pretty cool. Okay, jump. Okay, jump.
history of beatboxing and Tim. I just started making sounds by myself with my mouth, and I got really into it. I actually joined a digital community where I like taped all my beatbox things, because when I found out you could actually produce it, I was way happier. I was like, let's do that. Hope you guys enjoyed getting to know our family and see what our inspirations are. Please subscribe here if you enjoyed the movie. You can also share what songs you like and what inspired you when you were young on a jukebox, and the link is below. Upload your songs and we'll check them out. Next episode, we're going to show you what sports take up our free time, and we're going to give you some cool giveaways. See you guys next episode. See ya.